Hallo guys, dit is een nieuwe video. Ik heb vandaag van mijn beste vriend Max weer mannelijke taken gekregen. Ja, wacht, als we die even geduld hebben. Dit zijn ze. Ja, duurde even. Ik heb ook nog flappentakken, wat je hier kan zien. Die zijn nog steeds niet uitgekomen, helaas. Maar hier zit er één te eten. Ik weet niet, Lily is goed kunnen zien. En daar zit er eentje. Als Lily die zelf ook willen houden, dan kijk, vachtig doekjes. Doe je gewoon klim op. Daar kan je makkelijk aan, maar dan gooi je door overal. Je kan er met twee beginnen, of drie, of hoeveel je ook wil. Met twee is een heel goed start, of één. Maar dit moet vochtig zijn en dan doe je de bladeren een beetje erin. Alleen aan de eieren kan je hetzelfde doen als met de flappentak eieren. Gewoon ook vochtig doekje, maar die hoeven niet echt altijd vochtig te blijven. Maar die kunnen ook wel een tijdje zonder water. En ja, deze zit nog steeds te eten. Kijk, ik heb er 1, 2, 3 en 4 als je hem goed kan zien. Maar ja, je flappentakken kan je ook makkelijk doen. Alleen dit is een heel goed stad, mannelijke tak. Ja, en ik heb ook nog andere dieren, laat ik je wel zien. Maar er zijn net nieuwe bakken binnen. Dit hier zitten mijn salamanders in. En misschien kunnen. Hier zit er één. Ja. Hier. En dan gaan we door. Doe ik dit even open. En dan kan je hier zien je hem nu heel goed. Maar ik heb ongeveer gewoon een beetje verstopplekken onder dat hout. Waterbakje kunnen ze als ik op eieren leg. Hieronder zit nog boomschors, als je dat kan zien. Ja, ik bedoel dat stuk. Dat. En ik heb dit beetje afgesloten, kunnen ze kruipen. Maar, ja, kijk. Ja. Die kruipt wel snel. Omhoog. Maar de zijn. Nee, hier kan je er eentje zien. Ja, en ik heb hier nog Seba. Een bumblebee, hoe noemen die alweer? Zo, ja, een bumblebee, pissebed. Hier zitten mijn vuurwands in. Ja, een leeg pakje. In de kast zitten er ook wat, daar. Die laat ik misschien zien. Maar sukkerbakken kan je voor allemaal grote dieren houden, bijvoorbeeld als vogelspinnen en zo. Ja, twee bakken, hier kan je zo'n lijntje in doen. Dus dan kan je dit vullen met aparte dieren en dan dat. Dan hoef je niet zoveel bakken te gebruiken.
Gaan we nu even. Laat ik je nu even zien met ja hier kijk deze bakken zulke bakken deze is mega dit zijn deze was van de flappentak ja nee van de sabels vind ik aan kleinere bakje iets grotere. Van onder hebben we hetzelfde bak van de salamanders, alleen dan kleiner. Of ja, even. Nog een kleinere bak. Dat is ongeveer alles. Nou, de video ging namelijk over de wandelijke tak. Dus hierna doe ik een gewone video over hoe je echt zag. Maar dan gaan we nu naar de wandelijke tak. Met mijn oudere video's kon je salamanders, alleen deze is... stuk mooier in die bak. Boom, 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 boom. Ja, je ziet er nu eentje. Maar, anyways, dan gaan we nu naar de wandelijke takken waar de hele video eigenlijk om ging. Nou, ja, die zat te eten, heb je al aardig veel gegeten. Maar ja, als je deze wil verzorgen of zo, ja, stap begin wat ik al zei. Maar als je er echt heel veel van hebt, bijvoorbeeld wat ik vroeger had, maar nu zijn ze uitgestapt en mij mag ze weer van Max hebben. Toen had ik te veel, alleen jullie denken, het zijn, ja, wandelijke tak, het zijn. Ze zijn niet giftig, ze zijn heel schattig. Of sommige mensen vinden het lelijk. Maar het zijn ook kannibalen, hè. Ja, dat denk ik. Maar ik had toen heel veel. Gingen de paar dood. En ik vond wandelijke takken met pootjes afgebeten. En ja, dan moeten er wel anderen zijn. Of zelf hebben gedaan. Maar ik denk anderen. Maar. Ja, kijk. Als je te veel hebt, kan je ze aan een beste vriend van je geven of gewoon kopen voor geld. Of je gaat ze voeren aan reptielen, of bitsprinkhanen, of andere beestjes. Of salamanders, wat je ook wil. Maar en nu heb ik er niet veel, dus ik ga ze echt niet voorgaan. Misschien bij flappentakken. Als ze allemaal uitkomen, ja, dan ga ik er misschien ook wel een paar voeren. Ik denk niet meer die kunnen wel salamanders kunnen afschrikken, maar gaan ze oprollen. Maar zag hier al ik neem mijn gezicht een beetje te dichtbij dan. Maar kijk, als je deze wil hebben, deze soort, kan je gewoon opzoeken makkelijk. Deze kost niet echt heel veel geld. Makkelijke beginsoort, wat ik al zei. Maar als je echt meteen begint met een flappentak is de tweede stap. Of een mooie, zo'n grote wandelijke tak of zo. Ja, dan moet je ook echt warmtemat hebben als je Jalle woont in Nederland. Ja, met sommige heb je dan nodig of een bepaalde temperatuur. En ja, maar ja, wat ik zei, nat doekje onder. Eten moet je opzoeken wat ze eten, maar als je deze hebt, dan gewoon klim op. En, en als ze helemaal volwassen zijn, dan moet je maar in mijn andere TikTok-video's kijken. En dan zie je wel allemaal insecten dingen. En trouwens, oh ja, jullie kunnen niet aan mijn TikTok-account, dat is vergeten, dat is afgesloten. Maar ze zijn zo groot als ze volwassen zijn. Dan leggen ze eieren. En de verschil tussen drolletjes. Is. Met drolletjes. Die zijn een beetje zwart. En eieren zijn een beetje met een. Geel klopje bovenop. En dan iets meer ronder. Maar kijk mijn andere video's.
En je krijgt meer video's van mij. Ja, ik doe soms video's even in de week of een paar maanden niet. Maar dat komt omdat ik meestal met insecten bezig ben of op school ben. En ja, dat moet wel. Maar daarmee ben ik meestal met andere dingen bezig. Maar tot de andere video krijg ik nog meer video's. En ja, als ik zeg piece, dan moet ik, dan zie je nog de achtergrond en zo, de kleedmat. Dus ja. Ja, kijk ze maar nog even na en ja. 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 Peace.